Hoi iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Het is een tijdje geleden, ik weet het, maar ik ben er weer. En vandaag ga ik jullie iets heel simpels uitleggen, wat ik nog nooit echt verteld heb eigenlijk. En dat is drie verschillende manieren waarop je vignettering kunt maken in je foto. En vignettering is een donkere rand om je foto heen. En ik maak hier zelf heel graag gebruik van, omdat ik daardoor echt de aandacht naar het onderwerp kan brengen, zeg maar. Ik vind het altijd heel erg mooi in foto's. En ik ga je vandaag drie manieren laten zien waarop je dit kunt doen in Photoshop. Nou, de allereerste manier is eigenlijk de makkelijkste. En dat is, je maakt een nieuwe lege laag aan door op het icoontje hier beneden te klikken. Je pakt een brush en je zorgt dat je een hele ronde brush hebt met de hardheid op 0%, zodat die mooi zacht is. En die brush zet je op zwart. Echt, zorg goed dat hij echt linksonder staat, want hier heb je altijd kans dat hij nog een beetje een donkere kleur heeft. Maar als je hem linksonder zet, is hij altijd echt zwart. En de brush kan je groter of kleiner maken door op de bracket icoontjes op je toetsenbord te klikken. En daarmee maak je een simpele donkere rand om je foto heen. En die kun je helemaal zelf een beetje vormgeven. Zo. En vervolgens kun je bij de dekking wat lager zetten, zodat het wat subtieler is. En je zou nu ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld nog een lege laag aan te maken met weer een zwarte rand. Maar die zet je dan wat meer aan de buitenkant aan, zodat het verloopje nog iets zachter is. En dan verlaag je de dekking ook weer. En dan is dit je vignettering. Nou, dit is wel de makkelijkste manier, maar ik vind hem zelf niet per se de mooiste manier, omdat je foto er vaak een beetje grauw van wordt. Maar goed, ik ga deze wel even opslaan. En die noem ik dan even zwarte brush, zodat we zo meteen kunnen zien hoe elk effect eruit ziet. Nou, die zet ik weer uit. Dan ga ik nu naar de volgende manier, die ook echt weer super makkelijk is. En dan ga je naar filter, camera, RAW filter. Want in de RAW editor kun je namelijk ook een vignettering toevoegen. En het maakt helemaal niet uit of je foto nou een RAW foto is of niet. Je kunt hem gewoon openen in de RAW editor. En dan kun je hier bij het effecten icoontje, kun je ook vignettering toepassen. En door met de hoeveelheid te slepen, voeg je de vignettering toe. En hier heb je nog veel meer opties. Je kunt namelijk het middelpunt groter maken of juist veel kleiner. Je kunt hem heel rond maken of juist wat vierkanter. Je kunt het effect veel zachter maken of veel harder. Nou ja, je kunt hier echt van alles mee doen. En ik vind deze zelf echt super fijn om mee te werken. Want deze lijkt ook heel erg op de vignettering optie die je in Lightroom hebt zitten. Ik vind deze altijd wel echt heel erg mooi en fijn omdat hij zoveel opties heeft. Oh, ik zie nu trouwens dat ik iets heel doms heb gedaan. Dat is meteen goed om jullie even uit te leggen. Als je dus met camera RAW filter werkt, dan voegt hij dat niet als een laag toe op je foto. Dus, dat is even dom van mij, je moet altijd een kopie maken van je laag. En dat doe ik met command J. En dan noemen we deze even camera RAW. En dan doe ik het even nog een keer. Nou, je ziet, ik gebruik Photoshop al heel lang, maar ik vergeet ook nog wel eens dingetjes. Dus ik voeg hem weer even opnieuw toe. Maar dat is dus wel even belangrijk om te weten. Bij camera RAW krijg je geen aparte laag, maar voegt hij dat echt toe op je foto. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. Ook al deed ik dat dan niet. Kijk, dus dat is het effect van camera RAW. En dan heb je de laatste optie en die gebruik ik persoonlijk eigenlijk altijd. En dat is vignettering maken met behulp van de curve. En ik gebruik deze optie altijd omdat je dan echt 100% controle hebt over hoe het eruit komt te zien en waar je het wil toepassen. Nou, wat je daarvoor doet is je klikt bij aanpassingen op curve, maar je kunt het ook hier doen bij de curve. Ik werk altijd met deze icoontjes. En er is nu niet echt een standaard manier om vignettering toe te voegen, maar ik gebruik altijd deze manier. En dat is dat ik het kruispuntje wat hier zit naar beneden trek, zodat de donkere tinten in de foto nog donkerder worden. En het puntje hier in het hoekje trek ik iets omhoog. En wat dan gebeurt is, kijk, je ziet het hier al gebeuren. De zwarte tinten worden niet meer diep zwart, maar iets matter. Nou, dat vind ik persoonlijk heel mooi. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Je kunt
helemaal zelf weten hoe je de curve lijn maakt. Je kunt dit ook nog donkerder maken. Het is maar echt wat je wil. En als je dan tevreden bent met je effect, dan klik je hem even weg. Maar zoals je ziet is het nu over de hele foto toegepast en we willen het alleen aan de buitenkant. Dus wat ik dan doe is ik klik dubbel op het masker en ik klik op omkeren. En dan kan ik nu met een witte brush het effect toevoegen aan de randen. En ik heb nu dus helemaal dezelfde controle over tot waar ik het wil laten lopen. Omdat ik zelf het masker aan kan passen. En dat vind ik persoonlijk heel fijn. Dus dit is de curve die ik met behulp, of sorry, de vignettering die ik met behulp van de curve heb toegepast. Dus dat zijn eigenlijk de drie manieren die ik gebruik. Dus om even te vergelijken. Nou ja, de curve methode is natuurlijk voor iedereen anders, want je kunt helemaal zelf beslissen hoe je het eruit wil laten zien. Ik kies dus voor nog veel kleur en contrast aan de randen. Nou, de zwarte brush, dat zie je al, zorgt voor veel minder contrast en een wat matte-achtige sfeer. En bij Camera Raw ben je ook iets van het contrast en kleur kwijt, maar is het wel een heel mooi subtiel effect. Nou, ik persoonlijk vind altijd de curve mooi, maar de curve zou je zelfs nog kunnen combineren met Camera Raw door de dekking hier en daar wat lager te zetten. Het is dus echt helemaal aan jezelf welke manier van vignettering jij wil gebruiken, maar ik hoop dat je in elk geval er hier iets aan gehad hebt, dat je een beetje meer weet over hoe je dit effect zou kunnen toepassen. En bedankt voor het kijken van deze video.